Hoi, mijn naam is Joris en ik werk bij Bever Amsterdam Gelderlandplein. En ook ik vind het lekker om op vakanties een hike te maken of hier lekker in Nederland door het bos te lopen. Maar op een gegeven moment zullen je schoenen toch vies worden. Dus het is sowieso belangrijk om je schoenen regelmatig, maar daarnaast ook goed te onderhouden. Om in ieder geval het ventilerend vermogen van je schoenen zo goed mogelijk te laten werken. Je schoenen goed waterafstotend te houden. Maar er ook voor te zorgen dat je schoenen, bijvoorbeeld in het geval van leren schoenen, te voorkomen dat ze zullen uitdrogen. Nou, hoe onderhoud je nou het beste een wandelschoen? Ten eerste is het belangrijk om in ieder geval na iedere wandelbeurt even goed met een borstel even het vel en het zand goed van je schoen af te boenen. Maar ook even de lip open te zetten, je binnenzolder even uit te halen en in ieder geval voor te zorgen dat de schoen gewoon goed kan drogen. Maak vervolgens de schoenen gewoon goed schoon met een borsteltje of een sponsje. Dus dip je sponsje of je borsteltje dan even in het water, handwarm water. En maak hem gewoon even goed schoon aan de buitenkant. Mochten ze nou heel erg vies zijn, dan heb je daar ook een speciaal schoenenschoonmaakmiddel voor. Op het moment dat je schoenen nat zijn, droog ze dan in ieder geval nooit bij een warmtebron. Want hierdoor kan het zijn dat je leer gewoon heel erg uit gaat drogen. Of dat zelfs je schoen gaat vervormen, waardoor dit dus niet lekker meer zit. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nou, wanneer je de eerste twee stappen gedaan hebt, dan kan je er daarna voor kiezen om je schoen in te sprayen of je schoen in te smeren. Dit zorgt er namelijk voor dat de schoen water- en vuilafstotend wordt. Dus je kan dan de spray pakken en spray hem dan niet te dichtbij, gewoon even goed helemaal in. Het leer moet namelijk ook gevoed worden om uitdroging te voorkomen. Dus wanneer je ziet dat het leer wat lichter wordt of er komen al wat scheurtjes in, dan weet je gewoon dat het leer hard verzorging nodig heeft. En dit kun je dan het beste doen met een cremmetje of een bijenwas. Er zijn ook speciale producten voor schoenen met Gore-Tex bijvoorbeeld. Aangezien niet elk smeerseltje geschikt is voor een ventilerend Gore-Tex membraan. Want dan kan het zijn dat je je schoen helemaal dicht smeert en dan ventileert hij dus eigenlijk totaal niet meer. Iets anders om nog even rekening mee te houden is dat in het geval van Gore-Tex schoenen, dat die af en toe even dienen te worden uitgespoeld. Omdat voornamelijk de transpiratie, het ventilerend vermogen van de schoen behoorlijk kan aantasten. Dus wat je dan eigenlijk doet is je zet gewoon de schoen neer. Je pakt wat handwarm water en je gooit dat vervolgens in de schoen. Hoppakee. Totdat die helemaal vol is. Laat hem dan even een half uurtje staan, zodat in ieder geval die poriën weer een beetje leeg kunnen trekken. Oké, het half uur zit erop, dus we gaan de schoen weer even leeggooien. Even kijken dat jullie het ook kunnen zien. Zo. Laat hem lekker drogen en je Gore-Tex schoen zal daardoor ook weer beter gaan ventileren. En als je dat gedaan hebt, dan is je schoen aan de buitenkant in ieder geval behandeld, maar ook aan de binnenkant. En dan ben je weer klaar om op pad te gaan.